Zijn wij live, Martijn? Zijn wij live of niet? Ja, we zijn live. Ja, ik kan jou niet horen, maar we zijn dus live hier in de prachtige binnenstad van Leiden. Op een hele bijzondere plek aan de Lange Brug. Dit is namelijk de plek waar de jonge Rembrandt ooit zijn eerste schilderlessen kreeg. Dat kreeg hij uiteraard van Zwanenburg. En wat schetst de verbazing. Zijn leermeester is hier, meneer van Zwanenburg. Welkom terug in Leiden. Wat brengt u hier? Ik kom een atelier openen. Rembrandt. Ja, dat zegt men. Wat was dat voor een leerling, die jonge Rembrandt, die hier in dit atelier van de les kreeg? Ja, wat zal ik zeggen? Wellicht is het handig als ik u dat laat zien in het atelier. Zullen we naar binnen gaan? Ja, als we naar binnen gaan, vind ik wel eigenlijk dat u... staat hier een soort, niet echt een lint, maar een touw. Wat het wel even officieel voor ons opent. Dat zal ik doen. Mag ik ervoor gaan? Wees welkom. Wauw, dit was echt te gek. Dit moet je gezien hebben. Ja, want jullie noemen het de Gouden Eeuw. Dit is pas echt de Gouden Eeuw. Prachtig, die beelden, die effecten en die bewegende clair-obscuur. Fantastisch. Maar... Leonard, wat is dit eigenlijk? Is mijn rode knop. Wat doe je daarmee? Doorheen praten, is mijn rode praatknop. Merk het. Ja. En Martijn, terug naar jullie in de stadsgehoorzaal. Hier moet je in ieder geval zijn. En mijn complimenten aan de makers.